Duitse bondskanselier Merkel maakt haar naam meer dan waar als krachtig EU-voorzitter aan het eind van een dag moeizame onderhandelingen over een nieuw Europees verdrag. De Polen willen maar steeds niet meewerken omdat ze meer stemrecht willen. En vanavond zei Merkel, als jullie zo blijven dwars liggen, dan onderhandelen wij wel verder zonder jullie. In Brussel op de EU-top is onze politieke verslaggever Jos Heijmans. Jos, wat is er nou precies gebeurd vanavond bij jou? Ja, Margreet, het gaat hier tamelijk absurd aan toe, hoor. Eigenlijk al 2 dagen lang, met name door het gedrag van de Poolse regering. Hier aanwezig is de Poolse president, die onderhandelt. En zijn tweelingbroer, de premier, die zit gewoon thuis in Warschau. Vanmiddag lag er een compromisvoorstel op tafel. Dat kwam erop neer dat Polen inderdaad meer stemrecht krijgt, maar pas per 2020. Nou, dat is hier afgewezen, dat vonden ze te weinig. Er is er vanavond een nieuw compromisvoorstel gekomen. En dat komt erop neer dat ze dat stemrecht, extra stemrecht, zeg maar, al in 2014 krijgen. En vooruitlopend daarop krijgt Polen extra Europarlementariërs in het Europarlement. De president daarvan zei hier van, nou, dat vind ik wel een aardig voorstel. Ik denk wel dat we daarmee kunnen leven. Maar ondertussen in Warschau zei zijn tweelingbroer, de premier, zei, nee, daar gaan we ook niet mee akkoord. Nou, dat is Merkel zo in het verkeerde keelgat geschoten. Die heeft zoiets van, ja, op deze manier kunnen we niet onderhandelen. En is dus nu min of meer met dreigement gekomen van, ja, Polen, maak nou een keus. Want als jullie dwars blijven liggen, dan gaan we wel met 26 landen door werken aan een verdrag. En tegen de tijd dat dat verdrag klaar is, horen we van jullie wel wat jullie ervan vinden. Nou, en wat zei Polen toen? Wat was de reactie na dat dreigement van Merkel? Nou, dat is nog een beetje onduidelijk, want de dames en heren hebben vanavond gedineerd tot ongeveer nu aan toe. Ze moeten nu die zaal gaan verlaten om in een andere zaal verder te gaan. Ik neem aan dat ze nog niet hebben gereageerd op dat dreigement. In ieder geval niet in de zin van dat ze zijn weggelopen, want ze gaan zo dadelijk weer verder vergaderen. Dus kennelijk worden er nog steeds pogingen ondernomen om de Polen toch te dwingen zo snel mogelijk akkoord te gaan met het compromis, zodat we er ook snel uit kunnen zijn. I ten compromis wydawał się w zasięgu ręki. No w tej chwili sytuacja jest rzeczywiście trudna. Ja. Dat was dan de president van de aanwezige president van Polen. En dan even over Nederland. Ze zijn er dus nog niet uit, dat zover begrijp ik, Jos. Dan over Nederland zelf. Eigenlijk is Nederland ook een dwarsligger. Wij hebben in ieder geval ook nog allemaal aanvullende eisen. Balkenende heeft daarover gesproken met Merkel. Hoe is dat inmiddels uitgepakt? Nou, dat is niet slecht voor Nederland uitgepakt. Op de eerste plaats die grondwet. Die komt er dus echt definitief niet. Dat zat er al dik in. En dat komt natuurlijk ook vooral omdat de Franse president Sarkozy geen grondwet wil. Maar daar heeft Nederland leuk op meegelift, dus dat is van de baan. Nederland wilde ook strengere toelatingseisen voor nieuwe lidstaten. Hè, straks Balkanlanden, mogelijk Turkije. Nou, daar gaat iedereen mee akkoord. Dat heeft Balkenende knap binnengehaald. En het derde punt, ook erg belangrijk, is meer macht voor de nationale parlementen en minder macht voor Brussel. Dat heeft hij niet helemaal binnen weten te halen, ongeveer een compromis. Het voorstel van Nederland was, geef nou 1/3 van alle parlementen het recht om een voorstel, wat Brussel doet, van tafel te vegen als dat niet bevalt. Nou, dat ging ze te ver. Het is nu een soort gele kaart, oranje kaart kun je het noemen. Als 1/3 van de parlementen niet akkoord gaat met een voorstel van Brussel, dan zal het Europarlement, dat daar ook over gaat, zal daar nadrukkelijk rekening mee moeten houden. Niet helemaal wat Nederland wilde, maar toch wel een heel eind in de goede richting. Goed, maar nou maar hopen dat het verdrag er überhaupt komt. Het wordt hoe dan ook nachtwerk, hè? Ja, inderdaad. De verwachting is dat ze, ja, ik kan zeggen een uur, maar voor hetzelfde geld kan ik zeggen nog 3 uur of 5 uur of 6 uur. Maar voorlopig wordt er nog doorvergaderd. Er wordt nog steeds echt geprobeerd met name die Polen over de streep te krijgen. Als dat lukt, dan zijn we snel klaar. Maar wanneer dat lukt, volstrekt onbekend. Nou, sterkte in een kleine uurtje, Jos. Dag.